Hallo dames en heren en wat leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Voor de mensen die het nog niet weten, mijn naam is Brit Stroek en wij gaan vandaag gewoon weer naar het zwembad. Want wij vinden zwemmen super leuk. Wij gaan nu naar buiten toe en dan gaan we de warmte onder ogen komen. Wij kunnen haast niet zien wat ons allemaal overkomt. De zon is oogverblindend. Hatsjoe. Nog twee keer en dan wordt het morgen mooi weer. Morgen wordt het geen mooi weer. Wij gaan nu weer even een lekker lesje pilates meepakken. En dat is waarschijnlijk weer super warm. Maar dat geven wij niet om. We hebben hier ook een airco en dan kun je zo al een touwtje trekken zo. En dan doet hij het niet. Misschien moet je dus wekken. Nee, dat is het niet. Ik denk trouwens dat ik ook gewoon makkelijk zo'n docent kan worden. Je ziet allemaal van die kastjes. En dan doe je die open. En dan geef je zo iedereen een matje. Zo, alsjeblieft. Ik heb een roze bikini, dus ik neem ook een roze matje. En dan beginnen we al het show. Ik kan dus sowieso een les in elkaar zetten, zoals je al ziet. Dat hebben we maar mooi weer even gedaan. Er zijn hier zoveel glijbanen. En omdat deze glijbanen allemaal zo super kalifragilistisch-expialidastisch leuk zijn, ga ik jullie nu meenemen op al deze glijbanen. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake. Ik ben nu onderweg naar een glijbaan, daar heb ik ongeveer bijna mijn hele rug ingebroken. Maar oké, niet echt, maar het leek wel zo. Deze glijbaan is zo ontzettend stijl, dat je echt denkt... Wat is deze glijbaan ontzettend stijl? En dan heb ik het over deze. Ja, deze glijbaan, dan ga je dus eerst gewoon naar een glijbaan heen. En dan ga je zo, wieeeuw, yeah, en dan ga je, kom je ergens daar, wieeeuw. Zo, hier, het leek wel een circus tent. Wij gaan nu even een lekkere smoothie halen. We zijn ook heel benieuwd wat voor smoothies we allemaal hebben. Een drukte van je welste bij onze smoothiebar. En wat voor smaak hebben we allemaal? Ik weet niet of ik me nu echt gezond moet voelen nadat ik dit allemaal op heb gedronken. Ik weet niet wat precies erop zat, maar dat was echt lekker. Ik dacht trouwens ook echt dat ik alles al gezien had in dit hotel. Tevergeefs, want hier hebben ze ook een kattenhuisje. En hier gaan dan gewoon katten in zitten, zoals die bijvoorbeeld. Kijk uit op een stokje. Wij gaan nu wel gewoon weer step op een step en dan een soort van aerobic is dat. We hebben ook sportschoenen aan, want dat moest. Anders was het gevaarlijk. Ik heb alleen geen sokken, dat is wel een beetje ik wel. Deze aerobic ging niet helemaal zoals u moest gaan. Ik geef lekker de warmte de schuld. Dus nu gaan we lekker douchen. En oh, vanavond hebben we een space party. En dat betekent dus dat wij lekker gaan. En dan voel ik me net als Jupiter. Hey, jij bent Uranus. Ano, Uranus. Ons net klaargemaakt voor een lekker avondje uit eten bij een Japans restaurant. En dat bestaat vooral uit sushi, 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 sushi en nog meer sushi. Dus wat gaan wij vanavond eten? Sushi! Wij zijn nu dus aangekomen in dit sushi restaurant. En ik zie hier allemaal mooie dingen zoals sushi. En dat vinden wij heel lekker. De eerste maaltijd zit erin. En nu gaan we over op de soep. Deze soep is zo ontzettend lekker.
onze wijn wordt ook gewoon weer gevuld. Super lekker. Het ziet er eigenlijk helemaal niet lekker uit, maar het is echt top. We zijn zojuist uitgegeten. We hebben heel veel gegeten, maar daarnaast ook heel veel gedronken. Mensen lopen nu ook echt gewoon met een hele grote bocht om ons heen. Want als wij zo doen, dan denken mensen echt, wow, wat hebben hun gegeten. En toen kwamen we op de camera en toen stond er opeens dit. Dat is overmacht, hè. Dan moet je dus gewoon dat ook opdrinken. Vandaar zit ik nu gewoon weer aan een glas met wijn. Dus toen kwamen we op het geweldige idee om gewoon even de Spice Girls te gaan nadoen. Dus vandaar dat ik nu gewoon twee van die coole staten in heb. En dat ik nu ook zing. Yo, tell you what I want, what I really, really want. We zijn nu dus aangekomen bij onze Spice Party. Dus we gaan nu lekker. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Zo'n mooie bloemen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it, move it. I like to move it, move it. You ain't getting over him. I got no rules, I count him. Dat niet zou gebeuren. Molenammers tegengekomen in ons hotel. Wij hebben dus net gewoon gepartied bij de Space Party. En toen hebben we dus zo gedanst. Zo dus. Ik kwam er opeens ook allemaal meisjes aan me toe. Wij willen met jou op de foto. Dus ik zei oké, en nu sta ik met hun op de foto.